geen restvirus meer is en bij de andere wel? Nee, dat weten we niet. Dit is een theorie, hè? Dat het gaat om een restvirus. En wat dan doordat je dat mRNA-vaccin geeft, dan krijg je een soort booster en dan wordt dat opgeruimd, dat restvirus. Maar eigenlijk is dit iets wat ook nog onderzocht wordt. Hè? Ook hier, ook in het AMC wordt dit onderzocht of dit daadwerkelijk zo werkt. Maar we weten het helemaal niet zeker. Dat geldt voor veel elementen in long-covid. Dat is het hele grote probleem natuurlijk met long-covid. Dat we zo ontzettend weinig nog zeker weten. Hoeveel mensen zijn er, zoals Tisita en Eline? Dat is ook een hele goede vraag. Waar ik wel een beetje op had gestudeerd voordat ik hier kwam. Aanvankelijk dachten we dat een beetje zo'n 1,5-2% van de mensen die corona doormaakt, dit krijgt, hè, long-covid. Maar er zijn nu nieuwe studies en dan zijn die getallen opeens vele malen hoger. Hè. Dus dan kom je uit soms op zelfs een derde van de mensen die na 3 maanden bijvoorbeeld nog klachten heeft. Of een andere studie zegt, na 6 maanden heeft nog 20% van de mensen last van vermoeidheidsklachten. Maar het zijn in ieder geval wel grote groepen. Het zijn grote groepen, nee, precies. En de WHO die rekenen altijd met 10%. Hè? Dus het loopt een beetje uiteen. Dus het is een ontzettend lastige vraag om te beantwoorden. Maar eigenlijk is dat ook iets wat dus niet heel goed onderzocht is. Hè? Maar je eigenlijk gewoon een grote groep mensen die corona krijgt moet gaan volgen en kijken, goed volgen en kijken of ze dat krijgen.